Driving Home for Christmas. Gelijk bezig. Goedemorgen. Het is nog een beetje vroeg. Maar we hebben de eerste kerstwens voor Missy Christmas voor vandaag alweer. En we zijn op zoek naar Trudy. Want Trudy heeft de wens bedacht. Dus Tommy, kom. We gaan lekker naar de deur. En kijk. Voordat we een aantal wensen kunnen vervullen, gaat de kerstman eerst de cadeaus ophalen. Zo, de kerstkaarten zijn in de pocket. De kerstjan gaat een gezin blij maken. Er zijn maar twee dingen waar ik 's morgens vroeg mijn bed voor uitkom in het jaar. En dat is de zondag van de carnaval. Hij komt nou eenmaal voor 12 aan. En als het voor een goede zaak is. Het moet nog kerstmis worden. Dus carnaval gaat het niet worden. Dus is het vandaag voor een goede zaak. Missy Christmas. Een afspraak met Tommy. Dit is Frips. Hallo. Goedemorgen. Goedemorgen. Jij bent Trudy. Ja. Kom eens even bij. Ik ben Trudy. We hebben een oproep gedaan voor de kerst. Enerzijds mensen die stichtingen, bedrijven die wat over hebben voor mensen die wat kunnen gebruiken. En aan de andere kant hebben we natuurlijk een oproep gedaan van joh, wie kan nu een extra steuntje gebruiken? Mm-hmm. En toen heb jij gereageerd. Dat klopt. Ja. Voor wie? Voor Natasja. En wie is Natasja? Natasja de Rauw, die heeft het al 3 jaar heel zwaar. Die heeft kanker gehad. Het is nu stabiel. Het is de 3 jaar zware en moeilijke tijden achter de rug. Ook tijdens de ziek zijn heeft ze moeten verhuizen. En nu zit ze ook in het nieuwe huis. En daar willen we dit nu aanbieden. Nog vol aan het klussen ook, hè? Ja. Tuin en we zien van alles hier. Ja, boven en alles, de kastjes, de puntjes op de i, dat moet nog. Maar dit willen we haar dan aanbieden namens iedereen die haar gesteund heeft de afgelopen 3 jaar. Ja, want gaat ze hier alleen wonen? Nee, een huis vol met meiden. En ze heeft een nieuwe vriend. Dat is ook gescheiden en het gaat allemaal prima. Dus ze is eigenlijk bezig met een nieuw, noem je dat samengesteld gezin heet, hè? Ja, dat klopt. En toen dacht jij van, hé, je hebt de oproep gezien op Ostion. Die ga ik aangrijpen. Ja. Die ga ik opgeven. Zij heeft het zeer zeker bedoeld. En we hebben de afspraak, dan mag jij het ook geven. Ja. Dus ik geef jou de envelop van Missy Xmas met de kaarten erin. Dat zal ze heel leuk vinden. Ik geef jou dadelijk binnen het woord. Heb je de microfoon in je handen? Oké. Okay. Dankjewel. Ja, loop eerst even naar binnen. Kom maar. Want het is fris. Het is koud, ja. Hallo. Wat een drukte en activiteit. Ja. Goedemorgen. Goedemorgen. Welkom. Jij bent Natasja. Jan van de Beslaan van de Bostion. En normaal hou ik het woord ook de hele aflevering. Maar geef graag de microfoon aan Trudy. Dankjewel. Natasja, ik heb de eer om dit te mogen doen. Namens iedereen die jou gestoond heeft de afgelopen 3 jaar met je ziek zijn. Je hebt een hele moeilijke tijd achter de rug. Een zware tijd. En ik hoop dat je nou heel gelukkig wordt in dit huis. En dat de toekomst er heel goed voor jou uitziet. Dus ik wens dit van harte. Take a look at the driver next to me. He's just the same. Kijkers zien iets in de envelop. Het zijn kaartjes voor het Winterkerstcircus. Leuk. Daar gaan jullie met z'n allen naartoe. Gezellig. Dus er zitten 7 kaartjes in. Er komt ook nog een fotoshoot. Heel leuk. Dus dan kunnen we eigenlijk voor jou kunnen we een beetje helpen. Met ook aan de wand te laten zien dat er een nieuw samengesteld gezin is waarmee je verder gaat eigenlijk. Ja. Ja, super. Ik ben een beetje over de 100 natuurlijk. Ja. Ja, het is zaterdagmorgen en dat verwacht je natuurlijk niet. Nee, we zijn volop aan het klussen nog. En, Heb je er wel tijd voor, denk je? Ja, absoluut. Ja, ja leuk. Ja, hey, dankjewel. Veel plezier ermee. Ja, dankjewel. Het zijn alle? Ja, we zijn erbij. Toch? Op de foto. Hij heeft er al helemaal zin in. Out in the boom, out in the boom. Wat zijn je takken van de show? Ik had je laatst, ik was je zoon. We waren 1, 3, land is aan.
En dan wil ik je ook nog uitnodigen om op 16 of 17 december. Dan hebben wij de opnames op het Bos Winterparadijs op de Parade. Dan zorgen we dat dat een feestje wordt, zeg maar, voor iedereen die wat heeft gekregen in de afgelopen weken waarop wij iets uitdelen. Of jullie daarbij willen zijn. Nou, heel graag. Leuk. Dankjewel. Graag gedaan. Ja. Heel moeilijk. Ik zeg wat erin zit, hè? Nog steeds bezig. We hadden nog een toegift. Roep ze er even bij. Want we stonden net op het punt van te vertrekken. Ja. Namelijk een volledige maaltijd, voorgerecht, hoofdgerecht en toetje voor 7 personen. Om vanavond lekker op te eten met z'n allen. Ik zal even laten zien wat erin zit. Vooraf hebben we klapjes. Met gevuld met paddenstoelen, als hoofdgerecht spaghetti carbonara met courgette en als toetje spaghetti. Ja, ja, alsjeblieft. Dat is wel heel handig. Ja, dat is heel handig. Hoef je niet meer te koken. Doen. Nee, nee, precies. Super. Ja, dan zal ik het in de keuken zetten. Ja. Ja, wij waren aan het wachten. Toen zijn we ons op ons aan het wachten. Nee, merk het. Jeetje. Hé, maar dat is wel lekker handig. Ja, dat is super handig. Tijdens het klussen niet te koken. Nee, nee, nee. Wij kunnen gewoon doorklussen tot 7 uur en dan aan tafel. Namens streng aangeboden. Ja. We hebben een verzoek gehad van Diana Liebrechts. Ze wilde graag dat we Doek van Oers kwamen helpen bij de verwendzorg. Kerstman, ga eens kijken wat we kunnen doen. Ik ben Doek van Oers en ik ben ambassadeur van de verwendzorg hier in het ziekenhuis van het Jeroen Das ziekenhuis. Ik ben werkzaam op de dialyseafdeling en met name voor die personen doe ik veel voor de verwendzorg. Wat houdt verwendzorg nou in? Is net iets extra's doen als de gewone zorg. Dus een keer iets extra in de vorm van een taartje of een uitje of een high tea. Nou is de vraag natuurlijk, hoe ben je daaraan gekomen? En denk een jaar of 6 geleden. Toen was onze arts, onze nefroloog, die werd 60 en die wilde geen cadeautjes, maar die wilde een bijdrage van haar familie om iets te doen in de vorm van de verwendzorg voor de dialysepatiënt. Dialysepatiënten die komen hier 3 tot 4 keer in de week. Dan liggen ze hier 4 uur aan de dialysemachine. Vraagt heel veel van hun, ook sociaal vraagt heel veel. Dus hun verdienen wel om eens een keer iets extra in het zonnetje gezet te worden. Nou, hoe kom ik nou allemaal aan die dingen? Ja, dat is eigenlijk van mond-op-mond reclame en het is eigenlijk allemaal belangeloos. Dus laatst ben ik met patiënten naar een high tea geweest bij een bedrijf, bij Maurik, Kasteel Maurik. Daar mogen onze patiënten dan gewoon voor niks mee naartoe. Onlangs heb ik een presentatie gegeven bij de Rotary Club. Nou, naar aanleiding van mijn verhaal krijg ik daar 2 ballonvaarten voor onze patiënten. En het allerleukste wat ik dit jaar heb kunnen verwezenlijken is... Eén patiënt van ons die gaat trouwen, is nog een jonge jongen. Zijn wens was om in een open kever te trouwen, cabrio. Nou, dan heb ik samen met een bedrijf geregeld dat hij dus in juni de hele dag in die open kever mag rijden. Het is maar een klein gebaar, het hoeft niet veel te zijn, maar wij zijn overal blij mee. Dus mocht u interesse hebben, u kan bij mij altijd bellen. Ik geef mijn adres dadelijk wel door en telefoonnummer. En dan zijn jullie allemaal van harte welkom.
namens de verwenzorg. Ho, 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 kerstman. Het is de bedoeling dat we anderen verwennen bij Missy Christmas. Ho, 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 ho. Oh, kerstman. Daar kunnen nog wel een paar kilootjes bij. Niet zeven, hè? Kerstman heeft wel een paar ideeën waar we deze mensen blij mee kunnen maken. En als de kerstman niet in de buurt is, moet Emiel het helemaal zelf doen. Nou Sabrina, leuk dat je meedoet met Missy Christmas. En ik heb gehoord dat jij een leuke verrassing hebt voor de mensen van de verwenzorg. Het zijn bloemen voor de kappersbehandeling. En voor de mensen die lekker verwend een keertje willen worden. 3 mensen. Nou, ik heb voor jou de check. Nou, ik heel hoop dat je er iemand heel blij mee kan maken. Ja, in ieder geval 2 mensen bij de verwenzorg. De kers staat symbool voor verwennen. En waar kun je iemand beter mee verwennen dan een lekkere put kersenvlaai, of een kookworkshop, of een workshop kerstsfeer papier vouwen, en nog meer. Ja, goedemorgen. Dress to Impress heet dat. De Bossenaren kennen hem natuurlijk wel. Ik heb Cor Versteeg vandaag speciaal voor Missy Christmas meegenomen. Want Cor, we hebben iemand die een wens in heeft gestuurd. En die wil eigenlijk de overdracht van die wens muzikaal omlijsten. Vandaar dat ik je gebeld heb. Nou, dat vind ik fijn. En die afspraak hebben we met, ik hoop dat ik het goed zeg, Doep van Oers. En volgens mij komt ze daar aan. Goedemorgen. Goedemorgen, Doep. Goedemorgen. Je hebt een wens ingestuurd voor Missy Christmas naar de Bosjan. Ja, dat heb ik inderdaad gedaan. Waarom heb ik dat gedaan? Want ik ben werkzaam hier op de dialyseafdeling als dialyseverpleegkundige. Daarnaast ben ik ambassadeur van de verwenzorg. En wat is nou verwenzorg? Nou, dat is voor chronisch zieke mensen een keer iets extra's doen. Het hoeft niet groot te zijn, het moet allemaal wel belangeloos zijn. Hè? Dus daar vandaar dat wij de wens in hebben gestuurd. Ik heb namelijk een paar mensen die een keer iets extra's verdienen. Ik heb natuurlijk heel veel, maar zo af en toe dan pik ik er een paar uit. En ja, daar wil ik graag iets extra's voor doen, namens de verwenzorg. Het lijkt me goed, want die mensen zijn toch een beetje verplicht aan de apparatuur. Ja, klopt. Iedere week is dat? 3 keer in de week. 3 keer in de week. Ja, 4 uur. Dan gaan we kijken of we met z'n allen, nou we hebben van alles meegenomen. Nou, helemaal geweldig. Ik zal je de lichtste zal ik je geven. Ja. En dat zijn ook de enveloppen. Ja. Die geef ik jou. We hebben nog bekers en vlaai bij. Ja. Maar bovenal, we hebben kort bij. Ik heb, moet ik zeggen van tevoren, alleen meegegeven waar het voor is. Ja. Ik heb niet gevraagd wat hij gaat spelen. Dus nee. Dat is ook voor ons een verrassing. Maar hij zorgt in ieder geval met zijn kunnen dat het echt in de kerstsfeer misschien wel omlijst gaat worden. Ja. Je zegt het nog niet, hè? Ik vertel het nog niet, gewoon een verhaal. Oké, gaan we naar de nierdialyse. Is goed, dankjewel. Ik geef je de microfoon mee. Dankjewel. Nou, goedemorgen allemaal. Ja, ik had jullie uitgenodigd om met z'n drietjes hier bij elkaar te komen liggen. Want ik vond namens de verwenzorg van het JBZ, van de dialyse, dat jullie een keer iets extra's hebben verdiend. Nou, de Bostillon heb ik daar mee ingeschakeld. En die hebben mijn mens voor jullie eigenlijk wel helemaal voor elkaar. Dan begin ik met mevrouw van Nuland.
Ik weet dat u heel graag kaarten en zo maakt. Ja. En nu heb ik voor u iets heel leuks. Het is voor 24 december. Of het nou een dialyse daar of niet is, daar gaan we iets op aanpassen. Ik heb voor u een workshop origami. Weet u wat dat is? Ja. Ja. Het is van 10 tot 11. Daar gaan ze u leren origami in de kerststalletjes en kerstpoppen te maken. Ja, dat vind ik leuk. Nou, dat past helemaal bij u volgens mij, hè? Ja, inderdaad. We hebben nu nog even symbolisch iets bij, maar die mevrouw die stuurt mij nog op. En dan kunt u een afspraak maken en dan gaat u 24 december tussen 10 en 11, kan u dan daar naartoe. Oké. Ja? Ja. Namens de Bostillon hebben ze ook voor jullie een heerlijk stuk kersentaart, hè? Want de Vinzo is alleen maar kersen, hè? Dus een stukje kersentaart voor jullie. En jullie krijgen ook allemaal een beker. Ja? Ja hoor. Goed. Dan gaan we nu eventjes... Meneer, die ken ik. Bekend mij. Ja, dat zou zomaar kunnen. Ja, dat zou zomaar kunnen. Dan wel, dan eet je door altijd die tulpjes erop zitten. Of die beugels. Kijk. Mevrouw heeft helemaal gelijk. Ja. Ja, klopt. Ja, want ik ken het. Dat ken ik de rest niet, maar u wel. Oké. Dan gaan we even hier naartoe naar mevrouw Verheij. Een bekertje? Ja. De ruine kleur of... U kent ze niet. Nee, maar het is de Bostillon, is de Bossen lokale omroep. Ja, ja. Mevrouw Verheij, u had ik ook al heel lang iets beloofd, hè? En iedere keer kwam het er niet van. Ook voor u heb ik een workshop origami, hetzelfde als mevrouw van Nuland heeft. Dat leek me wel iets voor u. Om, kent u ook origami? Dat kent u? Chinese vrouwen is dat, hè? Nee. Dat is op 24 december. Dat is volgens mij ook een vrijdag, maar dan moeten we even kijken voor de dialysedag ook, hè? Maar dan mag u ook naar die workshop met twee personen. Ja? Ook voor u een lekker stukje taart natuurlijk. Hè? Nou, dan hebben we deze mevrouw. Daar hebben we het ook al heel lang over gehad. Hè? Want wat zullen we toch eens gaan doen? En ja, uw wens was een kookkliniek samen met uw man, hè? Ja. Nou, dat hebben we voor elkaar. Ja, dat hebben we voor elkaar. Ik heb begrepen dat het in een huiselijke sfeer gaat. En ze kan daar zelf een afspraak voor maken. Dus... Die ga ik u dadelijk ook even de envelop aanbieden. Ik ga hem even pakken. De Bostillon heeft hier ook allemaal mee voor gezorgd. Hè? Dus, dus deze is de bon. En kunt u zelf een afspraak maken om een kookworkshop te gaan doen. Ja? Oké. Okay. En dan hebben we natuurlijk verder nog een verrassing. Want jullie zien daar wel een meneer staan, hè? Als mens had ik ook opgegeven van ja, muziek vinden mensen ook altijd heel erg mooi. Dus deze meneer, ik ben heel even zijn naam kwijt. De Bossenaren kennen hem allemaal en we zullen hem eens even gezellig voor de lens halen. Dat is Cor Versteeg. En je zal een, twee leuke nummers even tegen horen brengen. Cor, ik geef het woord. Je geeft mij het woord. Ik vind het een eer om bij jullie helemaal in de kerstsfeer... van mijn liedjes te laten horen. En het eerste liedje wat ik wil laten horen, dat is een van mijn, denk ik, mooiste kerstliedjes. Ooit heet het. Ooit werd ik een kind, als jij en ik geboren. Zijn komst stond vast al even van tevoren, daar schreven wijze mensen van. Men meldde hem in Bethlehem, bij Jeruzalem. Hij was gewoon, niets was aan hem bijzonder, dit zoontje van een goede timmerman. Hij viel niet op, dus was het ook geen wonder dat niemand doorhad. Gods geweldig plan. Hij groeide op, ook net als een ander. Toch dacht zijn moeder vaak over hem na. Zij rijmde al zijn woorden aan elkander. Het had zo'n mooie logica. Precies Gods wens voor ieder mens. Liefde zonder grens. Zo nam hij toe in rijkheid van gedachten wat
gevaar voor bestaande machten. Hij werd een revolutionaire man. Wat hij ook zei, deed iedereen verbazen. Hij ging met schriftgeleerden in het geweer en noemde ze voorweg oude dwazen, geleerd in letter en niet meer. Dit leek verzet tegen de wet, maar hij zei opgelet. De wet is goed, maar ik mis er de liefde. En zonder dat heeft heel die wet geen zin. Dat is nu juist wat ook mijn vader griefde. Verander dus en maak een nieuwe ding. En hij ging door, hij liet zich vast niet kisten. De waarheid moest nu maar eens aan het licht. Zij die van toen nog van blazen wisten, heeft hij toen moeizaam onderricht. Eerst 12 keer meer en steeds maar weer preekte hij zijn leer. Hij had het steeds maar over eeuwig leven, over een rij waaraan geen einde komt. Gewoon in kwestie van jezelf geven, die boodschap moet de hele wereld rond. Maar lijden gaat vooraf aan overwinning. Men greep hem band en snapte er niks van. Ook komen jullie ooit eens tot bezinning, dacht deze diep bedroefde man. Aan het kruis met hem en smoorde stem, riep Jeruzalem. Toch is die wonderlijke stem gebleven. Na 20 eeuwen leeft hij nog steeds voort. Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Dat is en blijft zijn actuele woord. Dat is en blijft zijn spreekwoord. Het tweede liedje is dan, misschien zullen jullie het meteen herkennen, maar het is een evergreen geworden. Vroeger heb ik een beroemde groep gehad en die heette Passepartout. En er is één speciaal liedje uit overgebleven, wat het al dik 30 jaar doet. Nog steeds hoor je het op de radio en met plezier zing ik het heel speciaal voor jullie. Leven
als de vogels die mooi zingen van eindeloos. Het zit er weer op. Het zit er weer op. Ja, nou leuk toch? Mooi. Het was mooi, hè? Gezellig ook ja, hier, hè? Ja, heel gezellig feestje. Dat zeg ik, was er nooit geweest, maar het sfeertje inclusief de muziek, ja. Daar krijg je er toch echt het kerstgevoel van. Zo is dat, ja. En fijn dat wij daaraan mee kunnen helpen. We gaan weer terug. Ja? Tot ziens. Tot ziens, hè. Tot ziens, hè. En dankjewel. Volgens mij gebeurt dit niet iedere week. Nee, dat gebeurt niet iedere week, nee. Dus het is wel een verrassing. Wat vindt u ervan? Ik vind het geweldig. Ze doen hier best heel veel voor ons. Je hebt dit probleem natuurlijk toch met die nieren. Maar ik vind ze doen toch heel veel voor ons om het toch nog gezellig en aangenaam te maken. En dan helpt dit een klein stukje mee met de muziek om het nou, eigenlijk allemaal een beetje te vergeten. Even de gedachten ook ergens anders op te zetten. Ja, dat klopt. Het is gewoon dat je even iets anders ziet en even iets anders krijgt te horen en te zien. En de muziek is ook geweldig mooi. Dus complimentjes voor jullie allemaal. Graag gedaan. Prettige feestdagen. Hetzelfde. En ik hoop je weer te zien op de televisie met de carnaval. Ja, dat gaat wel lukken. Oké. We hebben nog twee dingen weg te geven. Ja, het houdt niet op natuurlijk bij Missy Christmas. Oh, wat geweldig. Heb je daar een bestemming voor? We hebben een kappersmassagebon. Oh, helemaal leuk. En we hadden nog iets. Twee, denk ik. Twee stuks. Twee stuks. Hebben we daar twee gegaren voor? Daar heb ik wel twee gegaren voor, maar nu niet, nou niet meteen. Je mag je ze wegzetten. Ja, ik zet ze weg en ik zorg dat ze speciaal bij iemand terechtkomen die het ook verdient. Kom goed terecht bij Missy Christmas. Ja, goed zo, dankjewel. En ik wil jullie allemaal even bedanken, want ja, dit is gewoon heel bijzonder. Mensen, het lijkt alsof ze het niet leuk vinden, maar ze vinden het allemaal helemaal geweldig, dat weet ik zeker. Ik zag u gezellig meedoen. Ja, ik vond het heel leuk. Ja, ja. U kende Korversteeg? Ja, ik ken hem wel. Al van heel vroeger, van Passepartout. Van Passepartout al, ja. Dus eind jaren 70 is hij. Nou, ja. Wat nu gedaan is, doet hij echt een beetje even de sores vergeten? Ja. Ja, ik vind het, dat zet je even op een ander plan en dan ben je niet meer zo ziek. Dat is het. En daar is het, hè? Ja. En hopelijk blijft dit nog even een tijdje,
zweven tussen de ogen. Ja, zeker. Ja. Prettige feestdagen. Dank je wel. Yes. Er gaan een hoop dingen hier vanzelf in het Jeroen Bosch ziekenhuis. Maar soms hebben wensen een klein zetje nodig. En je ziet, er is maar dit voor nodig bij Missy Christmas. En ook dat gaat dan voor de rest vanzelf lopen. Een hoop mensen bij elkaar gebracht eigenlijk vandaag weer. En eigenlijk een glimlach op de gezichtjes. Ja, een hele grote glimlach. Ook bij mij. Moeten we het herhalen volgend jaar? Nou, het zou wel heel erg leuk zijn, ja. Dan zien we elkaar volgend jaar weer terug. Heel fijn, dankjewel. Succes. Fijne feestdagen, hè? Zullen we zeker doen. En de kijkers van Bosch Dion, morgen weer kijken naar Missy Christmas. Met een kerst voor elkaar. Wat gegeven is, is doorgegeven. Op naar het Bosch Winterparadijs. Missy Christmas, geslaagd.